Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 14 december 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we Contestia met de gebruikelijke instellingen. De eerste ongeveer 15 seconden zijn echter net als gisteren met het filter uitgeschakeld. Het filter tussen 300 en 400. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 14 december 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we Contestia met de gebruikelijke instellingen. De eerste ongeveer 15 seconden zijn echter net als gisteren met het filter uitgeschakeld. Het filter tussen 300 en 400 hertz. Anders dan gisteren staat het niveau van de data, terwijl het audiofilter uitstaat, wel een stuk hoger. Dat was gisteren niet het geval. Eens kijken of dat werkt en hopelijk is het nog verstaanbaar. Na die eerste 15 seconden start de data opnieuw en mogelijk als het geluid erg slecht was, start ook het gesproken audio opnieuw. Vandaag hebben we verder deel 2 van de documentaire uit 1963, waarvan we gisteren deel 1 uitzonden over het 40-jarig bestaan van Radio Kootwijk. Vandaag dus het vervolg. Antillen, Brazilië, Teheran, Beirut, Cairo, Karachi, Shanghai en Tokio. We staan hier voor een van de 50 zenders van het Radio Kootwijk, verdeeld over 3 gebouwen. Deze zender is gericht op het verkeer met Tokio. Ze geeft haar vermogen af aan een antenne die gericht is op het tegenstation, in dit geval dus Tokio, en verbonden is met de zender door middel van voedingslijnen die u daar door de ramen ziet binnenkomen. Het vermogen wat in deze zender wordt geproduceerd is 20 kilowatt, maar dat betekent dat we ongeveer 50 kilowatt nodig hebben om dit apparaat goed te laten werken. U zult misschien afvragen, wat gebeurt er dan met de overige 30 kilowatt? Misschien hoort u dat lawaai hier in dit vertrek. Dat zijn de ventilatoren die de overtollige energie afvoeren door middel van koellucht. Dus u hebt 30 kilowatt die in de vorm van warmte tevoorschijn komt. En die wordt dus hier afgevoerd naar buiten toe. Misschien mag ik dan nog even aan toevoegen dat het vermogen wat we dus uiteindelijk wegsturen, dat we dat ook ergens vandaan moeten krijgen. En ik mag hier dan de naam van de provinciale elektriciteitsmaatschappij noemen die ons de elektriciteit levert. Wij betalen hier ongeveer per maand 25.000 gulden aan elektriciteit aan deze maatschappij. Al het telefoon-, telegraaf- en telexverkeer uit Nederland komt centraal in Amsterdam. En het wordt daar op de kabelverbinding naar Kootwijk gezet, waar al die gesprekken aankomen in een bedieningsruimte en daar weer op de juiste zender worden gekozen. Hallo meneer, u spreekt hier met Kootwijk gebouw F. Meneer PPK 70 voor Parbo is klaar met een rechte A-band, een verschoven B-band en een D-band met omgekeerd spectrum. U weet misschien dat de PTT een briefgeheim heeft. En iets soortgelijks bestaat ook voor telefoongesprekken. Want zoals de PTT-ontvanger in bijvoorbeeld Karachi het gesprek uit Amsterdam kan opvangen, zo zou ook bijvoorbeeld een radioamateur daar het telefoongesprek mee kunnen luisteren. Daarom wordt het, zoals de technici zeggen, gescrambled, onverstaanbaar gemaakt. Ja, laat me naar de groene. Ontvang ik mooi aan. Inderdaad, onverstaanbaar. En meneer Aartsen, u kunt mij als chef van de technische dienst van Kootwijk vast ook wel vertellen wat dit voor geluid is. Dat is dus telegraaf. En wij noemen dat DOR. DOR, dat is een afkorting van telex over radio. Dat is wel even interessant om dit nog even te vertellen. Dat is een Nederlandse vinding en wel van dokter-ingenieur Van Duren, chef van het Dr. Neer-laboratorium van de PTT in Leidschendam. De telegraafsignalen, dus laten we zeggen de telex-signalen, die worden in een zodanige code omgezet dat ze automatisch de fouten weer kunnen herstellen aan de ontvangkant. Dat wil zeggen, de ontvangapparatuur die is zodanig ingericht dat ze geen foute signalen accepteert. Maar als er een fout signaal binnenkomt, dat dus vervormd is langs de radioweg, dan wordt er een signaaltje teruggegeven van doe dat tekentje nog eens een keer over, want dat was niet goed. En de zendapparatuur die stopt dan automatisch en herhaalt de laatste 3 tekens
net zolang tot ontvangkant dat weer geaccepteerd heeft en dan gaat hij weer verder. Nou heb ik mij laten vertellen dat er hier op Kootwijk 50 zenders zijn. Betekent dat dat u nou in totaal 50 gesprekken tegelijkertijd kunt laten uitgaan, dus telefonie, telegrafie en telex? Nee, dat is niet zo. Dat zou wel een beetje erg duur worden. Wij hebben voor de telefonie het systeem dat wij 4 telefoongesprekken tegelijkertijd over één zender kunnen uitzenden. Voor de telex, voor de TOR dus, is eigenlijk een dergelijk systeem. Daar kunnen we ook 4 TOR'en, 4 telexen, tegelijk op één TOR zetten en zo in de ether uitzenden. En de opsomming van de berichtenstroom die in de Kootwijk Nederland verlaat wordt gecompleteerd met het noemen van het verkeer met schepen over de hele wereld. Hoewel bekend als Scheveningen Radio, staan de zenders voor de lange afstanden in Kootwijk. Hallo, Minijas, Scheveningen Radio. Ik ontvang u zeer slecht, meneer. Ik ontvang u zeer slecht. Probeert u eens in de 16 MC, in de 16, meneer, over. Minijas, Scheveningen Radio. Probeert u eens in de 16 MC, meneer, in de 16. Dat is dus Radio Kootwijk, waar 230 mensen hun dagelijks werk vinden in bijvoorbeeld de zenderbouw, antennebouw, onderhoudsdienst en niet te vergeten de terreinverbetering en bosaanplant om de schade aan het landschap zo klein mogelijk te houden. Al was het alleen maar ten gerieve van de 37 PTT-gezinnen die hier wonen in Kootwijk Radio. Een kleine afgesloten gemeenschap die herten en eekhoorns als naaste buren heeft. Meneer Zijp, u kunt als directeur van Kootwijk wel een oordeel geven over de sfeer hier. Is het niet wat saai om zo afgesloten te zitten? Dat valt erg mee, want de PDT die doet heel veel om toch de communicatie met de plaats Apeldoorn zoveel mogelijk intact te houden. Onder andere gebeurt dit doordat de PDT een bus laat lopen via Hoogsoeren. Een busverbinding die gedeeltelijk ook de isolement van Hoogsoeren opheft, maar die toch verder geheel gefinancierd wordt door de PDT. Maar winkels heb ik hier niet gezien. Waar doet men bijvoorbeeld zijn inkopen? De inkopen worden praktisch geheel in Apeldoorn gedaan. Verder is het zo dat de inkopen worden, voor zover ze niet op de markt in Apeldoorn gedaan worden door de huisvrouwen, worden ze telefonisch besteld en weer door de Philips Autodienst getransporteerd of door een vrachtwagen van de PDT en dan aan huis bezorgd. Dus eigenlijk de service is ideaal, nog beter als dat u in de stad dat heeft. En in de eenzaamheid van de Veluwse bossen wordt juist in deze dagen natuurlijk nog wel eens gesproken over die goede oude tijd van de beginjaren. Het begrip radio was toen veel romantischer dan tegenwoordig. De radio was toen eigenlijk het enigste middel om lange afstanden te overbruggen. En als je daar even bij stilstaat, is het eigenlijk nog steeds een wonderlijke zaak dat een bericht zomaar vrij door de lucht zich begeeft van het zendstation naar het ontvangststation zonder dat er een leiding tussen ligt. Persoonlijk vind ik het altijd nog romantisch. En het spijt me alleen maar dat het grote publiek dat niet meer zo beseft. Thank you.